We zijn jullie awkward net niet bij elkaar. Ja, komt omdat hij weer mensen schuwt. Ik sta dichterbij. Ja, ja, nu wel, maar net zoals jij aan de andere kant van de keuken. Ik sta ook niet aan de andere kant van de keuken. Mijn meerkaart is nog steeds de deur niet uit. Jullie hebben, niemand heeft een comment achtergelaten dat hij wilde winnen. Mannen, wat we vandaag gaan doen is koken. Dat zien jullie misschien al, want we gaan elke koken. Dat is één iemand koken. Dag voor je kleur. Wat verdomme. Maar wie gaat de spits afbijten? Je hebt papier, okay. Dan doen wij een schaar. Oké. Okay. Ik had echt maar weer een steentje doen. Oké, okay, Rob, wij zijn over. Doe al beginnen! Ik wacht, ik kiezen, Rob begint. Oh, yeah! Auw! Kut! Nee, weet je wat het is, Koen? Jij eet toch altijd van die plastic lasagne? Nee! Ja, dat is echt niet normaal. Besef, jij eet altijd die plastic lasagne, Koen. Ja. En ik zeg altijd tegen jou, mijn moeder maakt altijd zulke lekkere lasagne, dus ik heb die vandaag gekocht. Het is best moeilijk om te maken en ik heb nog nooit gekocht. Hoe heet die spits van die Chinees ook weer? Die rechtsback van City. Lasagne. Humor. Koen is... gay! Humor. Goed zo, de eerste stap is je handen wassen. Succesvolle maaltijd is het wassen van je handen. Je hebt nog wel een beetje onder je nagels zitten, maar het gaat in het gehakt wel uit. Ik heb wel vuile nagels, maar die worden vanzelf wel schoon in het gehakt. Oh, ik heb natuurlijk een geheim plan, want zoals we net vertelden, Koen die eet dus altijd die vieze. Wacht, ik kan hem laten zien. Dit is wat Koen altijd, dit vindt hij lekker. Nou, dit is karton gewoon. Het is echt tering voor moeite. Je moet al die groenten snijden, dan moet je gehakt maken, dan moet je er een saus van maken. Kortom, je moet koken. Ja, ja. Dat kan ik helemaal niet. Een beetje prop past het wel, toch? Ja, een beetje proppen werkt sowieso altijd wel. We gaan dus Koen eigenlijk voor de gek houden. Ik hoop dat hij erin trapt, want hij zegt, oh, ja, dit is echt veel lekkerder. Ja, perfect toch dit? Ik weet niet of het past. Ja, dat komt goed. Mensen denken ook echt dat we echt gaan koken, maar dat gaan vast wel mensen serieus doen, maar ik helaas niet. Ik hoop echt dat hij gaat zeggen, oh, dit is echt veel lekkerder. Maar dat zal wel niet. Oh, dit is echt zo smerig, gast. Hey bro, dit is wel echt perfect, maar hoe ga ik hem doen? Zo? Oh, doe gewoon boeien, gast. Gadverdamme. Maar eten wij dit ook echt of krijgen we nog eten vanavond? Oh, bro, dit is wel satisfying hoor. Dit is te groot denk ik. Gewoon douwen. Zoals ik al zei, gewoon duwen. Kijk eens dan. Dieper, harder duwen. Ik besef dat het 1,8 kilo lasagne is. Waarom moet je nou eerst in die vieze klauwen hebben? Ik had ook gelijk ik heb het toch net, ik heb het toch net gewassen? Ik denk oprecht dat je het niet meer ziet. Je begint er nog trots op te worden ook. Ja, want ik heb hier hard voor gewerkt gehad. Dit is echt zo niet nodig. Wel. Je zit toch niet kaas? Je bakt die kaas van niet meer, je bakt toch alleen gehakt. Nou, boeien jongen. Ik heb het toch al. Dit is zo niet nodig. Ja, dat moet je eruit schrijven. Ja, dat was ook het idee. Dit geloof ik meteen. Oh ja, dit is mooi. Ja. Wil je trouwens eens een gesigneerde Aubameyang? Hij ziet er op echt lekker uit. Kaas, je ziet alleen kaas. Ik wil kaas. Wat ben je aan het doen? Oh. Heerlijk. Hey, het is eindelijk krokant geworden. Ja, misschien had ik hem nog wel langer moeten laten. Ik ben zo lekker. Ik ben echt zo hongerig en ondernemend. Ik ben oprecht vrij benieuwd erop. Je moet echt wel lang gaan wachten, want het is nu echt tering. Zo, what the fuck. Pareltje hoor. Holy shit. Ja, gaat kijken. Oh. Hoe dan? Rol, aan jou de eer. Dat moet echt zien. Hey, ik vind wel dat je je best goed hebt ja, gedaan. Ja, ik ook. Dat wil ik sowieso oh, het zeggen. Het was tand te veel werk, hè? Hoe lang ben je mee bezig geweest? Ja, echt lang toch? Hoe lang? 3 kwartier of zo. Hey. Ja, het is nog heet. Heel heet. Erg lekker, Rob. Ja? Erg lekker. Ik moet zeggen, het smaakt echt niet naar dat wat je uit een pakje maakt. Oh, dat wel. Echt? Nee. Het smaakt echt hetzelfde. Dat wil ik ook eens proeven. Dat vind ik wel raar. Hebben jullie die dingen wel gebruikt? Aaaaaah! Weer uitgeslagen! Lijkt op Koen! Op Koen! Hey. Ik bedoel een beetje deze! Maar je begon nog! Jammer dat je me uiteindelijk herkende! Maar weer een geslaagde prank! En jij me denken dat dit een serieuze video zou worden? Het is oprecht wel eenbaar. Het is gewoon lekker, ja! Lekker! Hey, welkom terug. Leuk dat je nog steeds kijkt. We gaan vandaag een lekkere, verse... Echt gerecht koken in plaats van iets uit een plastic bakje in een ovenschaal vikken. Geen belediging naar Rob. Oh sorry, een klein tip van de sluier voor de kijker. We gaan vandaag een lekkere zoetzure wok maken met garnaal. Kokgarnalen. Humor. Ik zal jullie er eventjes doorheen nemen. Het is eigenlijk heel makkelijk. Wat je doet uiteindelijk is... Heel lekker! Ik kan ook gewoon zo. Goed, die 7! Draait hij naar pandanrijs, jongen? Ja, check die pandan. Helemaal vol met rijs. Je moet het laten glazen. En dat gaan wij nu doen. En daarvoor hebben we een uitje nodig. En een teentje knoflook. We hoeven niet te zoenen vanavond. En dan
Lekker! Wat veel mensen wel doen met knoflook. Puntje eraf. Puntje eraf. Eigenlijk hoeft het. Wel, doe eraf. Dat is bijgeloof. Doe eraf. Nee. Puntje eraf van Martin. Vind ik lief. Van het puntje krijg je aids. En koortslip. Oh, nou. Die heeft toch al naar gisteren. Een uitje. Een uitje snijden. Dit kan je het best doen op deze manier. Ik ben altijd niet zuinig met de ui. Ojo, jij snijdt snel. Ojo. Het ding is dat ik normaal wel van wat robuustere stukken ui hou. Maar mijn cameraman hier, Matty, die gaat altijd janken. Oh, dit is pauperrobuust. Dit is echt tering groot. Het is niet tering groot. Wel. Het is een wok. Dan hoort het groot te zijn. Met een wok kan je gewoon die halve paprika erin flikkeren. Dan hou ik niet van wok. Wok je toch lekker op? Bro, ik heb niet net deze vissen fucking dood zijn. Ik ben een man van sauzen. Ik zit soms alles om te sauzen. Ik weet dat Koen dat ook is. Niet gisteren namelijk nog zijn hele kamer samen met een chickie ondergesausd. De Rob ook. En natuurlijk kennen we die allemaal van dat sauskopje. Hier, eetlepels, ketchup. We maken er 5 van. Want? Want het is woensdag. 1, 2. Een beetje op gevoel. Natuurazijn. Ja. Wat ben je nu aan het doen? Kak. Ik flikker een lepel met sambal. Doe die saus heen. Is het vies? Nee, het is wel lekker. Het is alleen een beetje... Je kijkt een beetje moeilijk. Het is te waterig. Dan moet je even laten koken, dan verdampt het. Je moet eigenlijk een beetje een mooi vormpje van maken. Ja, we hebben niet van die lepel meer dat kan. Mooi man. Rob, we gaan eten. Je gaat weer chips zitten vreten. Oh, mocht je recht niks science fixen, ik heb dat lekker hoor. Mannen, ik heb weer mijn best gedaan. Wow, lekker! Looks! Oei, oei, oei. Lekker. Wat is er nou? Nou, waar is Milo eigenlijk? Dit is pandanrijst. Nee, dat voel ik niet. Roel, wat zit erin? Je zoekt het maar uit, pleurisjong. Nou, dat vind ik onaardig. Nou, oké, aankleding is 6. Ik hoop dat je erin stikt. Nou. Wat een gezeik. Ik denk nu dat ik die zo wegtieven en dan gewoon naar de Mac ga. Poehey. Humor. Springen kleine in ballen, spring. Een kleine dammer. Het Hutspot! Achterkomen. Hutspot maken. Eigenlijk heb ik nu al gewonnen, toch? Als je erover nadenkt. Nee, maar ik moet nog. Oké, okay, sorry. Oké, okay, waar we mee beginnen? Aardappelschiller. Hoe smaakt dit? Lekker. Snij ze nog even door midden. Godver, wat ding die niet hard zeg. Dat was wel een happy. Ja, ik laat me niet verleiden tot dit soort vraag. Oké, okay, probeer hem. Oh, is goed, hoor dit. Wat krijg je raken? Dan? Oh. Krijg je 5 euro van mij. Oké. Okay. Was hij raak? Doe maar weer terug in de... bij het eten. Hoor. Ja, prima, joh. Nee. Ik ben niet vies van jou. Oh, ja. Schoon. Ze zien nu wel schoon weer. Ik kan er gewoon rustig weer bij. Oh, prima, geen enkel probleem. Lekker bro. Stap 2, hutspot in de pan. Die eigenlijk de kleinste pan, want als je dit... Wat doe jij nou? Moet. Doe je alles in één keer? Ja? Oh, maar zal het passen of niet? Jawel, dat kind in. Nee, want er moet nog water, maar dit kan niet. Oh. Ja, dit kan wel hoor. Noem je hutspot toch gerecht? Dat is gewoon een way of life. Hoe noem je een leuke lesbie? Hutspot? Die is echt geniaal. Je moet wel af en toe roeren in je aardappels, hè? Heb je nou geen garden? Je kan het altijd met een bak eieren doen. Wat doe jij of nou? Iets wat bij de hand is, wat langwerpig is. Dat moet het mee lukken. Een eitje is gekookt. Het ruikt wel naar hutspot. Ja, het is namelijk ook hutspot. A few inches later. Kijkertjes, de kook is klaar. Dus we gaan het nu afgieten. Dus we gaan snuiven. Dus we gaan nu snuiven. Belastingdienst kijkt mee, Foxen moet ik. Oh nee. Hutsie! Zorg dat al het vocht verdwijnt. Dit is goed. Dit is goed, ja? Is heel goed. Ben je blij mee? Ja, heel, heel goed. Heel hut zelfs. Aardappels, afgieten. Dit is helemaal spannend. Want als dit fout gaat, dan ja. Oh, toch fout gegaan. Wat doe je nou? Toch fout gegaan. Kijk, dit is het leukste. We gaan beginnen met stampen. Nee, gast, ik heb jou letterlijk net gezegd van wat je doet. Je stampt eerst die aardappels naar puree met melk. En daarna tief je erbij. Nu gooi je het alsnog in één keer erbij. Maar je kan toch melk bijgooien, dat maakt toch niet uit. Ah, oh, maar melk gooien bij wortels, dat gaat in mijn hoofd gewoon niet goed. Nee, want als het hier, daar komt het er natuurlijk niet bij. Nee, maar voor je gevoel is het toch anders. Nee. Oké. We stampen gewoon. Eerst even een beetje stampen en dan doen we een beetje melk bij. Kijk eens, lieve kijkertjes. Hutse kluts. Dit gaat niet...
Laat je comment achter in de beschrijving. Dat kan niet, want wij kunnen alleen de beschrijving aanpassen. Kiep er melk bij. Ja, dat is nu is de tijd gekomen van melk. Ik zou zeggen, een klein scheutje. Je doet een scheutje, dan kijk je om het goed en dan doe je nog een scheutje eventueel. Ja, goed, perfect. En dan stop nu nog meer. Gast, het is veel te nat. Het is soep geworden. Het soep. Het is echt helemaal mislukt. Dat is niet nat. Zo. Het is toch veel te nat? Nee, helemaal niet. Mensen, het is tijd voor smaak. We gaan peper toevoegen. Witte peper? Nee. Zwarte peper. Ja, maar dit vind ik gewoon respectloos, gewoon. Haal eruit en eet op. Ja, het wordt nu heet, hè? Heel goed? Gewoon lekker. Veel weinig peper. Gewoon veel peper, man. Het is gewoon goed. Is dat ding open? Wat is dit voor rare peper? Ja, het is een skeer van oké, kijk dan. Waarom hebben wij oké peper? Waar slaat dit op? Ik moest zeggen, ondanks dat er geen smaak aan zit, ik heb het al geproefd, ziet er wel fucking, ik vind er al mooi uitzien. Maar toch? Je weet toch hoe Hutspot echt moet? Wat? Erin. Oké, sorry. Het was eerst echt die haute couture, haute cuisine. Dit is Hutspot. Oké, dit is echt Hutspot. Jij bent met een kromme pik. Als je nou een kromme pik hebt, maakt niet uit. Het gaat erom hoe je hem gebruikt. Jongens, komen jullie eten? Nee, oké. Ik leg met z'n tweeën ook. Eet wij met z'n tweeën. Je mag kiezen waar je gaat zitten. Hier een vorkje. Dan steekt er een piemel uit. Ja, ik moet zeggen, we gaan met ook een punt voor het uitje van de looks. Opmaak. 9,5. Maar kijk, weet je wat het is? Dit is allemaal leuk en aardig, maar ik vreeg gewoon alleen die worstel natuurlijk. Hey, je moet toch proeven, gast? Die worstel is lekker. Gewoon lekker hoor. Mag echt lekker. Maar ik wil niet weten of het lekker is, ik wil weten of het huts is. Echt huts. Oh, dat vind ik echt niet lekker, gast. Ja, ik lust ook geen normale. Oh, dat kan. Dat kan er helemaal mee helpen. Maar wel is wel huts, toch? Heel hut. Nou, tot morgen. Dan gaan we weer. Tot morgen. Waarom heeft hij een worst? Heb je zijn worst op? Kijk, de hutsworst. Goeiedag. Ik ga nu koken vandaag, want iedereen zegt, kom, ik kan niet koken. Neem maar thuis, zo. Wat ik ga bewijzen is dat ik 4 verschillende gerechten ga maken voor iedereen. Nee. Waar we zullen beginnen? Rob, wat had ik ook weer voor Rob in gedachten? Saté. Ik heb voor Rob saté. Dit is echt fantastisch. Kijk, er staat hier alsof er alleen saté in zit, maar de kip zit er ook wel in. Moet je alleen water toevoegen en dan heb je gewoon kip met saté zout. En rijst? Rijst. Dat hebben we natuurlijk hier liggen. Rijst. Rijst, saté, nog iets erbij? Geen prijs. Prijs? Is nog een prijs, want Rob had het zelf niet gebruikt. Ja, geen Rob die niet echt koopt. Dat vergeet ik aan de prijs. Dan gebruiken we dat wel, boeien. Plankie. Ah! Is wel bruin. Maar dat komt allemaal goed. Oké. Je kan echt niet koken. Hel. Hoe weet je nou precies hoeveel je moet hebben? Dat doe je op gevoel. Nee, maar na een tijdje kom je er gewoon achter. De stront. Ja? En nu? Een klein beetje, maar echt klein beetje. Nou, we hebben de pan. Gewoon laten staan, lekker sidderen. Kunnen we nu alvast door met het volgende gerecht? Wie zullen we nu door? Raoul. Raoul? Oké. Okay. Nou, eerst natuurlijk even je tyfus zo opruimen. Nou, voor Raoul dacht ik, ja, Raoul is natuurlijk... fit en vrolijk en fijn. Dus dacht, voor hem gaan we gewoon lekker salade maken. Ik heb een rode biet gekocht. Een grote rode biet. Met name moet je het in dunne vlakjes. Ja, je denkt van Koen, dit lijkt echt heel erg niet op rode biet, maar op rode kool. Nee, het is echt rode biet. Van maar, grote. Nee, maar op het moment dat je dit straks door salade heen mixt, dan worden een soort van blokjes. En uiteindelijk heb je rode biet. Dan had ik ook weer meer voor Raoul gekocht. Sla. Dan moet je toch met je vuist aanstampen, zo'n zakje? Nee. Dan gaat hij toch niet open? Nee. Daar heb je echt geen verstand van. Nou, kunnen we dit even... In het bakje, ja? Ja, in het bakje. En dan is het wel belangrijk. In de koelkast, toch? Nee, in de broodla. Is het ook koud of is dat gewoon atmosferische druk? Nee, maar jij zou je natuurlijk afvragen van wat gaat er nou in godsnaam gebeuren? Nou, wat er gaat gebeuren, dan komen jullie lekker van die broodstukjes in. En zullen we ook wel. Ga gewoon samen. Even jouw gerecht? Mijn gerecht, ja. Jouw gerecht, ja. Kip tandoori. Ja, maar dat is wel mijn specialiteit persoon. Wat hiervoor met name belangrijk is... kip, maar zoals we weten zit het in de saté. Maar dat kan makkelijk gefixt worden, want je vraagt je af van ja, maar als je dit doet met water, want ik heb natuurlijk net al laten zien hoe dat werkt, heb je uiteindelijk een probleem dat dus het gemixt zit met de satésaus. Wat je dan doet, gewoon even afgieten. En dan is de satésaus weg en dan heb je gewoon de kip over. Dan gaan we dus weer aan de gang. Waar is ook weer die saté heen gegaan? Weet je hoe je kip dan door je het best maakt? Ja. In een maatbeker. Want? Nee, ja.
Hou je maten goed bij. Nee, ja, precies. Want je wil. Ja, kijk, het is natuurlijk, je kan prima zomaar zeggen van oké, ik ga dingen maken. Ik ga nu een kippendooi maken van Mattie. Maar jij wil altijd niet meer dan 600 milliliter saté. Dat vind ik het niet lekker meer. Nou. Chop de peper. Waarom doe ik dit? Oh, je bent zo irritant, vreselijk kutkind. Die gaat echt die peper die we hebben. Heb je goed vermalen? Daar komt die kip dan door vandaan. Wat ben jij een debiel, jongen? Wat ben jij een absolute fucking mogol? Jezus, hé. Maar wie koopt ook een glazen maatbeker? Waar slaat dat op? Oh mijn god. Nou, dan komt een reis erbij. 600! Precies zoals ik lekker vind. Maar kijk, aan deze kant denk je van hij is leeg, maar als je hier kijkt, kom eens hier met de camera. 600 milliliter, jawel. Exact 600, ja. Nou, wat je dan doet, is je loopt naar de prullenbak, open je de prullenbak en dan... Kwartiertje over. Kwartiertje? Kwartiertje. Nou, voor mijn eigen gerecht. Jij houdt er van magnetron altijd, hè? Klopt, dus ik heb voor mezelf gewoon een lasagne gekocht. Dus, die gooi je even in de oven? Die gooi je gewoon even in de oven, geen gezeik. Maar ja, daar staat natuurlijk nergens om daar allemaal dingen voor te doen. Huts! Nou. Nou, deze moet 20 minuten. Die van jou 15, 12. Oh, die ziet er. Dat gaat heel goed. Wil je nog niet filmen? Nee, mag maar even. Het begint er goed uit. Het begint er goed uit te zien. Dan zien jullie zo weer terug, oké? Ja, zien jullie zo weer terug. Tot ziens! Nou, het grootste deel van de tijd is voorbij. Dus laten we maar. Ja, we zullen mee beginnen. Raoul's maaltijd. Ja. Slaan, even kijken waar staat hij. Zo. Het ziet er goed uit, hoor. Het is wel goed gelukt, het eigenlijk nog. Ja, maar. Ik zie ook die. Die biet of die kool. Ja, ik zei het al, dat worden blokjes. En ik wist trouwens persoonlijk niet dat in die ijsbeerslaan die wij gekocht hadden, komkommer in zat. En erwten, kikkererwten. Kikkererwten. Maar blijkbaar zat dus in die biet misschien wel. Oh. Of in die Cadillacs. Die Cadillacs natuurlijk. Zo. Nou, moet je zeggen, het ziet er lekker uit, toch? Dat droogt dan toch goed op ofzo? Ja, maar ik zweer je, dat is gewoon hoe het werkt. Hoppakeetje. Een teetje, man. Ja, niks mis mee, gewoon lekker een teetje. Maar lasagne. Ja, die is ook klaar. Zo klaar als wat, hè? Ja, maar ik zweer je, dit is gewoon een one-take die we aan het opnemen zijn. Zo. Ziet er goed uit, hoor. Ziet er goed uit, hè? En er wordt hem altijd gezegd, koen je kan niet koken, koen je kan niet koken. Disgusting. Ik rook niet! Nou, is er nog één gerecht over, Matt? Dat is die van jou. Even kijken wat daarmee is. Ja. Moet nog een minuutje. Nog een minuutje? Nog een minuutje, maar dan is je klaar, hoor. Ja! Klaar? Hij is klaar. Ja, ja. Nou. Is dat lekker gelukt? Is wel goed gelukt, Willy. Kijk eens aan! Ik wil wel de warmte behouden nog even, hoor. Ja. Want de borden zijn op. Ja, de borden zijn op. Aan tafel! Okay. Ik weet het al, hij heeft voor ons allemaal ons favoriete gerecht voorbereid. Klopt. En dit is sowieso een hondenworst. Klopt. Nee. Maar wel je favoriete gerecht. Maak maar open, heerlijk voor jou. Onze fitboy. Ik mis echt uit. Hij is niet goed voor. Ik ben echt bang dat er iets heel vies onder gaat liggen. Kijk, hier zit lasagne. Kijk. Biet. Onze rode biet. Hoezo bieten? Is wel lekker. Ik heb gehoord als je heel je hoofd erin duwt, dat dan echt lekker is. Ook goed aroma's en zo. Ik vind het zeker niet verkeerd, dankjewel. Waarom is dit mijn lieveling? Saté! Ik hou me niet van saté. Kut! Dat doe je eigen maaltijd. Mijn eigen maaltijd. Lasagne. Ah. Hé, wel weinig kaas. Normaal zit hij veel meer kaas om. Ja, maar dit... Hey, die heb je niet zelf gekocht. Dat is die van mij, die in de koelkast lag. Ja, de reden. Dat viel die van mij ook maar gelijk. Het is... Kip tandoori. Ah, dat zat bij dit in het pakje. Nee. Zijn hoe heb je dat warm gemaakt, deze kant-en-klaar dingen zonder magnetron? Heb je dit in de oven gedaan? Dit is een oven. Nou, Koen. Hey! Dit is het allerpositiefste aan deze hele video. Daardoor vind ik ook dat Koen toch wel de kookchallenge heeft. Yes! Dikke bok door. Ik rook niet!